Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video van de nieuwe game van Ubisoft die 11-11 uitkomt, 11-11-14, hele aparte datum. Dat heel veel gamemakers die doen dan hun datum prikken die dan heel erg niet of heel makkelijk te onthouden zijn. Ja, nou mensen, we gaan dus de crew spelen en dat doen we samen met twee anderen. Wie dat zijn, dat hoor je na het intro. Hallo jongens. Hey hey. Het zijn Justin en Gio, degene die ik ook als vriend heb toegevoegd in de game. En jullie hebben al de game wat meer gespeeld dan mij. Yep. Yep. Wat kunnen jullie kwijt over de game? Het is prachtig. Prachtig. Omgeving, de steden waar je komt, het ziet er allemaal super mooi uit gewoon. Ik rij nu in Los Angeles en het is echt nice. Ja, want ik kijk even op de kaart en dan zie ik hoe ver jij bent. Ik ga nu naar Justin toe, naar Miami, dat weten jullie. Ik zie, omdat ik hem ook als vriend toegevoegd heb, zie ik ook een oranje streep. Niet naar hem toe, nu op de kaart, maar wel naar Gio. En dan zie je dat ik ook helemaal daar naartoe kan kijken. Want Gio zit namelijk helemaal bij Los Angeles, helemaal in de andere hoek van de kaart. Ja, maar ik kom zo richting jullie. Ik pak zo het vliegtuig naar Miami toe. Ja, klopt. En Justin is al in Miami. En hij heeft eigenlijk helemaal niks verklapt nog. Maar wat ik wel weet is dat er echt heel mooi uitzag. En ik wil eigenlijk in deze video helemaal naar Miami rijden. Omdat ook de omgeving daar naartoe is, schijnt heel mooi te zijn. En dat gaf mij zoiets van, oké, dit nemen we gewoon lekker op. Ik heb een satelliet en die kleurt rood. Die gloeit rood. En mijn luidspreker gaat steeds roder worden. Oh! Heb je er moeder van gekregen zodat je dan wordt afgeluisterd of zo? Ja, zoiets ja. Weet je wat het ook is? Huizen zijn gewoon ingericht. Ik zag net gewoon een huis wat ingericht was. Ja, echt hè? Hoe niet gezond wil je dit maken, jongens? Een game waar huizen gewoon niet alles, want dat zou natuurlijk echt niet normaal veel werk zijn, maar gewoon de meeste huizen zijn gewoon ook ingericht in de game. En weet je wat ik ook opgemerkt heb? Nou. Bij winkels bij sommige games. Dan heb je zeg maar, als je die etalage in kijkt, is het gewoon één plat fotootje, weet je wel? Dat altijd je GTA in die winkel. San Andreas altijd dat heel erg. Dat is hier niet. Oh, wauw. Ik rij hier net langs een stuk of 5 winkels, allemaal gewoon ingericht, diepte erin. Echt super veel aandacht aan besteed. Ja, want echt met hoeveel mensen zijn ze wel niet bezig geweest aan de crew. Fantastisch. Aardig groot team ook, denk ik hoor. Echt niet normaal. Echt veel tijd ingezeten. Ja. Heel veel tijd. Oh, ik ben bij het vliegveld nu. Oh, nou Gio is bij het vliegveld. Die zien misschien dadelijk overvliegen. Ik zie al een vliegtuig in de lucht, maar daar zal Gio vast niet in zitten. Nope. Ik weet niet of je dan gelijk geteleporteerd wordt, of zie je dan echt ook vanuit vliegtuig. Dat weet ik niet. Oké, okay, dat hey, is even. Ja. Mag ik het vertellen? Ja, absoluut. Ja, doe maar. Je ziet gewoon op de kaart, zie je gewoon puntjes voorbij komen. Totdat je bij de bestemming bent. Oké. Maar de kaart zie je wel van bovenaf. Ja, dan zie je van bovenaf. Beetje Indiana Jones. Hè? Op de kaart? Yup. Oké. Enter. Waar willen we heen? Miami. Miami Beach. Gaan we naar het strand? We gaan wel zon, hè? Want ik heb nog geen zon gezien in de game. Ja, af en toe wel. Maar niet veel. Het is een beetje bewolkt. Het is een beetje matig weer. En wat me ook opgevallen is, als ik dat even nog aan jullie mag laten zien. Als je op select drukt, er zijn meer mensen die het spel natuurlijk spelen. Niet alleen maar, Gio en Justin. Maar als je gewoon helemaal rond de kaart kijkt. Ik ga bijvoorbeeld naar deze stad. Dan zou je dus ook andere spelers zien rijden. Even kijken of ik ook een voorbeeld kan laten zien. Kan je alleen spelers kijken in je omgeving in de buurt of niet? Volgens mij niet. Oké. Ik zal het echt niet weten. Nee, het lijkt ook wel. Ik vind het wel een beetje op Google Maps lijken. Heb je dat gezien? Als ik inzoom op de kaart, dan zie je ook alles in 3D. Heb je dat gezien? Ja. Ongelooflijk, moet je kijken, jongens. Kijk, hier kan je gewoon ook gewoon echt auto's rijden. Ja, ongelooflijk. Echt heel vet gedaan dit. Dus ik heb nu een waypoint naar jou toe gezet, ik kom nu naar jou toe. Oké. Ik ben nu naar Miami. En Gio heeft ook een crew aangemaakt, want ja, het spel heet ook de crew natuurlijk. Het zou raar zijn als we geen crew hebben in het spel. En links zien we dus Justin en Gio staan. En volgens mij ben ik even hoog level als de twee heren. Ja. Ja. Jullie hebben ook zoiets van na de missies, we konden vrij rijden, we gaan keihard vrij rijden. Ja, map. En als het in beta is, zoals nu, dan ga ik liever eerst even de map verkennen en kijken hoe het is en zo. Ja.
paar missies doen en als het dan gewoon onder de indruk ben, dan koop ik het. Ja. Maar nu heb ik toch wel zoiets van, dit wil ik toch wel hebben op de Xbox. Ja, Xbox One, want inderdaad, zeker. Nogmaals, PC, PlayStation 4 en Xbox One zijn deze games alleen maar speelbaar. Dus, een krachtige PC. Heb je een krachtige PC nodig, Gio? Ik denk dat het wel handig is. Je kan natuurlijk wel de settings op low zetten. Maar ik denk dat het niet zo'n super zware game is. Ze staan bij jou nu op high, hè? Ik heb alles nu gewoon op ultra staan. Oké. Hey, Gio. Hey, ik ben bij Justin. Kan ik dat ook doen? Want ik heb heb alle video's heb ik eigenlijk op dingen laten zien. Op kan je wel doen, high? Maar ik weet niet of hoe je X-Split dat gaat... We gaan het gewoon eens proberen. Ik ga apply, ultra, huppakee. We hebben nou de settings op ultra. Ik merk dat... Wauw. Ja, het lekt wel een beetje, merk ik. Maar je ziet gewoon echt nu gewoon nog meer details, mensen. Dit is ongelooflijk. Ja, het lekt wel, zie ik. Maar dit is echt grafisch niet normaal. Wauw, wat een verschil tussen ultra en high. Moet je kijken, jongens. Ik ga dit niet heel de tijd spelen, want het lekt wel een beetje. Ook voor mij gaat het toch... Heeft een PC er een beetje moeite mee. Maar dit is echt heel erg mooi. Wauw, ik ben echt zwaar onder indruk nu ik dit heb gezien. Laten we even kijken waar jij... Ik zet hem snel weer bij. Het is ook fijn dat als je hem op high zet, dat het ook gewoon binnen een paar seconden staat hij op high. Het is gelijk... Ja, klopt. Het is niet hij zet het zo om. Hij zet het zo om, ja. En het... Ongelooflijk. Maar ik merk nu ik hem op high heb, dat het gewoon ook mooi uitziet. Mijn ultra is gewoon bizar. En ik merk nu al, we zitten bijna in de stad. Ongelooflijk. Hotels. Ik zie de kleuren. Ik zie de palmbomen om me heen staan. Het is een drukte op de weg. Iedereen wil naar het strand. En ik ben benieuwd, want ik kom denk ik bijna in de buurt van Justin. Of ik ben eigenlijk al voorbij hem gegaan, heb ik het gevoel. Nee. Nee? Nog niet. Weet je wat ook mooi is? Ja. De map is interactief. Als ik nu... Ik zit nu op de map te kijken en ik heb mijn soort van waypoint selector heb ik op jou staan. Mijn map volgt jou nu. Ik zie jou nu gewoon rijden. Gaaf. Ik ben jou nu helemaal aan het volgen inderdaad. Stoer joh. Ziet er heel tof uit. Ik ga toch even kijken op select. Want ik wil weten... Stil. Ja klopt, ik wil weten hoe ver... Het weg het nog is. Ik ga namelijk... Ja, Justin is helemaal in Miami. En ik wil eigenlijk naar de kust rijden. Ja, ook. Kom je ook naar de kust rijden? Dan ontmoeten we elkaar daar. Is dat prima? Moeten we even een... Zie je dat rode slotje bij jou daar? Even kijken nog een keer. Bij jou in de buurt zit een rood slotje. Ja, bij klopt. Beach. Als we daar nou allemaal onze waypoint op zetten, dan ontmoeten we daar. Is goed. Bij Car Dealer Miami. Yo, zou jij hem erop te volgen? Ik jou. Ja, ik heb hem erop staan. Zie hem. Let's spannend. Go. We zien elkaar daar allemaal tegelijk. Fantastisch. Ook die scheuren in de auto, in de wegen. Weet je wat je eigenlijk eens een keer moet proberen een paar keer op C te klikken? Dan zie je ook echt in de auto. Ja, ik heb het gedaan, ja. Oh. Heel gaaf. Ik ga het nog eens doen. Dat is misschien leuk om een keer te zien. Op C, hè, zei je? Ja, paar keer op C ook. Oké, dit is echt fantastisch. Ik reed net door het bos. Ja? Oh, afslag. En toen werd mijn auto ook helemaal vies. Die zat onder de modder en zo. Gaaf. Ook prachtig hoor. Ik had allemaal kras op mijn auto. Oh, wat een drukte op de weg. Jeetje. En hoe kan je toeteren? Want dat vind ik eigenlijk een belangrijk deel in... Jij gebruikt controller, hè? Ja. Beltje naar beneden. Oh! Wat een heerlijke autogeluid. Ik heb hem ook op mijn controller staan nu. En ze toeteren ook terug, hè? Ja. Wauw. Nou, dit is echt een realistisch spel. En ik denk... Als ik mag het niet zeggen natuurlijk, maar... Als ze zoiets gaan doen met GTA, het is grafisch ingesteld op deze manier. Ik denk dat het dan fantastische next-gen beleving wordt. Dat zeker, ja. Ik ben bijna bij de car dealer. Ja, klopt. Ik denk dat ik er ben. Bij de car dealer. Wij zijn ook er bijna, geloof ik. Car dealer, maar wij moeten nog twee. Ik ben erbij. Ik wacht gerustig op... Twee hoge heren. Oeps, ik krijg allemaal mensen aan. Ja, heb ik ook. Dan ga ik even op select drijven. En dan kunnen we vanaf de car dealer kunnen we dadelijk even naar het strand toe. En dat zit daar denk ik hiernaast. Bij de Mid Beach. Ik ga dan mijn waypoint zetten. Voor dadelijk. Zo. Oké. Ik ben net een brug overgereden. Ik ga nu over het water, zeg maar. Over een grote brug. Ja, ik zie al het tekentje in de lucht. Dat betekent dat ik dichtbij ben.
Oké, okay, ik zie jullie ook op 80 meter afstand. MI 0,80. Jullie komen dichterbij, 0,60. Oeh, nog dichterbij. Ik knijp iemand aan. Het is nou yard. 700 yard. Je komt er nog weer dichter in de buurt. Het is nou 500 yard, 400 yard. Die gaat steeds dichterbij. Ik sta samen met Justin, kom je? Politie om de hoek. Ja, ik zie het. 300. Je komt nou om de hoek heen gereden. Ik zie jullie aankomen stormen. Nou, daar gaat politie, dus we moeten er wel voor uitkijken. Bam, hallo. Hoi. Oh, stop er gewoon even midden op de weg. Hij stek kan gewoon. Even kijken hoor. Hallo. La. Oh, heb je een smerige Nissan genomen, ja? Ja, nou en, maakt niet uit. Even waypointje zetten. Ja, zullen we naar de beach? Even kijken, dat is hier denk ik hiernaast. Ik denk dat de mid-beach? Ja, op mid-beach. Dat ik Oké, let's go. Het waypoint. Als het goed is hier een oranje. Ik wil wel met jullie samen rijden, dus ik wacht even netjes. Go. Hallo? Hallo? We gaan rijden. Hallo? Hola. Hallo, Justin. Ook een witte auto allemaal, hè? We hebben allemaal een witte kleur. We hebben gewoon nog niet gespoten. Nee. God, dit wordt wat hoor. Gewoon helemaal naar achterrij. Oh! Ja, op het strand! Oh, wat gaaf. We zijn eindelijk in Miami. Oh! Kijk die mensen! Hallo! Ik kan ze ook niet aanrijden, hè? Nee. Ik moet dat nog wat toegevoegd. Kijk dan, ik rijd lekker door het water heen hoor. Gelijk een schone auto. Hij is echt schoon. Oh, ik moet in het water rijden. Of zullen we iemand proberen aan te rijden? Nee, dat lukt echt niet. Oh, huh? Ik rijd het water en ik word weggeteleporteerd. Ja. Waarheen? Gewoon wel op het strand. Ja, je kan mensen echt niet aanrijden hoor. Ik rijd ze bijna aan en ze teleporteren gewoon naast mijn auto. Waar ben jij? Kom eens even hier. Oh, er is een schip! Kijk een schip! Waar? Links van je, kijk in. Wauw. Heb je dat gezien? Ja. Kijk nou, er komt echt een keigroot schip aan. De Titanic, joh. Vincent! Hoi! Zullen we kijken naar de boot? Dat ziet er wel heel schattig uit, hoor. Wat is de boot? Ik zie geen boot, ik zie wel een helikopter. Oepsie. Komt die Justin weer, hoor. Ja, een helikopter daar voor je, daar. Zie je hem? Ja. En nog een klein zeilbootje is het. Wauw. Mooi, hoor. En ook vieze vlek op mijn scherm. Beetje... Zie je het? Auto je ziet ook al Geo bijvoorbeeld rijden, echt het zand er voorbij gaan. Ja, mooi. Je kan hè? Ook gewoon moeilijk rijden nu, hè? Ja. Wat bedoel je? Als je in dat zand zit, dan komt er ook gewoon lastig uit af en toe. Echt? Ja. Ga lekker hier rijden. Lekker scheuren over het strand. Inderdaad, ja. Mijn auto heeft moeite, ja. Wrong way. Wee! Wow! Oh! Gebouw! Au, boom! En waar staat hier een ding erbij? Ik wil naar Los Angeles. Kunnen we met het vliegtuig? Of is dat ver weg hier? Dan zou ik eerder even naar het vliegveld gaan dan naar Las Vegas gaan. Want Las Vegas vind ik persoonlijk mooier. Oké, zullen we een waypoint zetten op het vliegveld? Ja, ik zet een waypoint naar het vliegveld toe. Is dat hier in de buurt? Boah, niet zo ver weg. Niet zo heel ver, inderdaad. Oh, we moeten zo ook de brug over. Oh, wat leuk. We gaan het gelijk doen. Hij doet loading. Ja, hij komt erin. Hij staat. Welke kant moeten we op? Kunnen we samen rijden met elkaar? Ja. Als we nou even bij de brug elkaar ontmoeten daar. Ja. Nee, ik weet niet. Oranje. Oh, de blauw moet ik volgen, ja. Kom eraan. En met A kan je kan je powerboost gebruiken, hè? Ja, klopt. Nitro kan ik zie nog iemand in de map. Adriano Dark PL. Ik weet niet wie dat is. Die nitro gaat iets te snel. Wat zeg je? Die nitro gaat me iets te snel. Ik heb een beetje moeite met mensen ontwijken dan. Oh, de politie hier. Nou, wel mooi dat hij elke keer opvoert. Dat is wel gaaf. Coming! Je ziet hem ook opschakelen. Je ziet ook elke keer wat nieuws ook, hè? Dark is most wanted. Oh, wat is dat? Dat de politie achter hem aan zit. Echt? Bij hem zit de meeste politie achter hem aan nu, dus hem zijn ze nu het meest op zoek.
Oké, okay, ja, ik heb nog nooit politieagent aangehaald eigenlijk. Ik één keer gisteren. Maar ik was ook gelijk Most Wanted. Most Wanted? Ja. En dan? Moet je politie afschudden ofzo? Ja, je moet ze gewoon afschudden. Gewoon keihard wegrijden, net als in GTA eigenlijk. Oké. Je raakt ze wel wat makkelijker kwijt dan in GTA 5 hier, dat is wel mooi. Oh, ja, GTA 5 vond ik heel irritant. In elke game raak je ze makkelijker kwijt dan GTA 5. Ja. Ik rijd keihard tegen iemand zijn achterkant aan, rijdt ik slip die weg tegen de boom. Oh, die komt voorbij hoor. Oh, kom maar. Yeah! Viva! Oh, let's Vegas! Door die palmboom! Zag je dat? Ja? Oh my god, jongen. Ik sloeg helemaal over de kop, jongen. Schattig. Oh. Is die brug komt nog, hè? Gerepareerd. Die brug komt nog, ja. Hè? Die brug zijn we geloof ik al overheen. Oh, echt? Ja. Ja. Dat ging snel. Ja, dat ging wel snel inderdaad. Kijk, hier. Hè. Wat hebben jullie achter, hey. Joh? Justin! Wat hebben jullie achter? Ja, Justin die loopt me keihard aan te rijden hier zo. En schoolbus, wat schattig. En een vliegtuig, dat landt neer, joh. Ga eens even wachten op ons. Ja, is goed, kom maar. Maar ik zag wel een vliegtuig, neer, want... Die zijn zo sloom. Ja, jij komt met die nitro langs... Oef, knal overal tegenaan. Wow, wat deed die auto weer? Moet deze bocht... We zijn er al, hè? Oh, ja, ik wacht op jullie en... Ja. Ik reed keihard langs je. Ja. Is het hier? Miami Airport? Enter? Nee? Ik wil een stukje verder rijden. Just in fire, ja. Ik sta er nu. Kom eraan. Oké, okay, achter jullie. Huh? Hoe kom jij in één keer bij me, Justin? Wat? Ik sta er nu ook. Je was in één keer uit het niets hier. Oh, enter. Oké. Okay. En Las Vegas. Las Vegas. Viva Las Vegas. We gaan travelen. Ik ben heel benieuwd. Las Vegas. Inderdaad met van die streepjes. Oh, leuk joh. Ja. Wel leuk gedaan, ja. Alsof die laat ook, hè, de map. Ja. Ja, die laat ook. Kijk maar onderin. Ja, maar ik laat hem wel hoor. Loading. Ja, maar dat doe ik wel later. Oh, wauw. Kijk dat grote gebouw. Damn. Jesus Christ. De mensen zijn in Las Vegas echt... Wat een sfeer in één keer. Ik zie... Oh, is dat net als GTA San Andreas dit, hè? Met die die Sphinx. Wat je wat gaaf zou zijn? Ja? Want in Las Vegas heb je natuurlijk bij zo'n hotel buiten heb je een achtbaan staan. Ik vraag me af of ze die gemaakt hebben. Ja. Of ja, die er staat. Ze hebben natuurlijk wel... Even kijken, hoor. Die Sphinx ken ik van GTA. En dan heb je toch dat circus casino? Wat is dat? Daar reed ik gisteren wel langs, geloof ik. Ik weet niet zeker. Ja, ik zie die achtbaan! Waar? Ik zie hem! Ik kom hier links! Waar? We moeten hier naar links. Daar zag ik hem geloof ik. Ja, hij staat er! Ik kom er naartoe. Oh fuck, wat vet joh! Oh gaaf. Moet je kijken, hier aan de rechterkant bij mij. Ja, ik stil staan hoor. Holy crap! Nee joh! Oh, dat ziet die er achtbaan. Ziek uit jongen, ik wil er ook in. In kan het echt ook. Kijk hoor. Wat doen. Oh my god, ben je jongen. In? Nee, je kan hier niet in. Oh my fuck. Wow, dit is gaaf, joh. Kan je een beetje overzicht krijgen van die achtbaan? Oh wow. Die vrouw die laat gewoon de tas vallen. Echt? Ja. Tasjesdief. Kunnen we een betere view krijgen, denk ik, van die achtbaan? Nou, je kan de camera niet zo heel erg goed besturen hier. Dat is wel jammer. Ik kan wel met C doen, dat hij aan de voorkant... Oh ja, zo. Nou, dat ziet er wel gaaf uit. Mensen, ik vond het echt heel vet. We hebben wel weer wat van de crew gezien, zelfs een achtbaan in de game. En bedankt voor het kijken iedereen en tot de volgende keer. Misschien nog wel ooit eens een video, misschien ga ik hem wel kopen. Ik denk het bijna wel. Mensen, nice. Doei. Nice. Bedankt voor het kijken, jongens. No prep. Doei.